Laten we verder gaan. Het is een epische kist. De allereerste kist is een epische kist. We hebben nog 2 kansen nu dus om hier een legendarische kist van te maken. Hopelijk lukt ons dat, want dat zou de video natuurlijk al helemaal compleet maken. Er is weer een nieuw event van start in Clash of Clans en niet zomaar eentje. Het is een best speciale, want er zijn nu gewoon lootboxes toegevoegd aan het spel. Of schatkisten, zoals je ze in het Nederlands kunt noemen. Als onderdeel van dit event heb je kans op 4 verschillende schatkisten. Namelijk Common, Rare, Epic en Legendary. En die komen allemaal dus met verschillende soorten rewards. En natuurlijk zijn de Legendary schatkisten de beste, waar je zelfs skins voor helden kunt krijgen. Maar ook kun je daar Epic Equipments uit krijgen die voor 1500 gems in de shop staan. In deze video gaan we alvast 10 kisten openen, dus ik ben heel erg benieuwd wat we er gaan uitkrijgen. Ben jij ook benieuwd hoe jij die kisten kunt openen? Blijf zeker even kijken, want dat ga ik jullie allemaal deze video laten zien. En laat dan ook zeker even in de reacties weten wat jullie beste item is en wat jullie van dit event vinden. Maar laten we niet langer meer wachten, wij gaan beginnen met onze eerste 5 kisten. Oké, hier gaan we dan. We kunnen onze eerste 5 kisten ophalen en dan gaan we ook niet langer meer wachten. En zo gaat het dus te werk. Je krijgt hier een kist en je kunt er 4 keer op slaan. Elke kist begint als een gewone kist. En per keer dat je daarop slaat, is er een kans dat die dus upgrade naar een zeldzame kist. En als je hier eenmaal een zeldzame kist hebt, dan is er een kans dat die upgrade naar een epic kist en dan naar een legendary kist als je erop tikt. Dus we gaan hier gewoon een keer beginnen met de eerste. En we hebben gewoon geluk. Nu hebben we dus nog kans dat deze geupgrade wordt naar een epic kist. Na de 4e tik gaat die automatisch openen. Ik heb voor de video al 5 kisten op mijn main account geopend. En dat waren 5 gewone kisten. Dus dit is al zoveel beter op de eerste kist op mijn tweede account. Dus laten we verder gaan. Het is een epische kist. De allereerste kist is een epische kist. We hebben nog 2 kansen nu dus om hier een legendarische kist van te maken. Hopelijk lukt ons dat, want dat zou de video natuurlijk al helemaal compleet maken. En het is nog maar de eerste, dus we gaan even met de volgende tik. What the hell? Gewoon een legendarische kist vanaf het begin. Wat een geweldige pool is dat zeg. Ik heb geen idee wat erin gaat zitten. We kunnen dus een skin krijgen. Dit account heeft ook weinig equipment, dus er kan een equipment in zitten. Maar we gaan het zien. We gaan er nu even op tikken. Wat gaat het worden? En het is een skin. De Jungle Koningin. Het is een cosmetic, maar hey. Een gratis skin, daar ga ik dus absoluut geen nee tegen zeggen. Wat een begin van de video. Als wij nu op door gaan drukken, gaat meteen de tweede kist al beginnen. En we hebben hier nu een gewone kist. Ik denk niet dat we nog eens hetzelfde geluk gaan hebben. Zoals jullie kunnen zien, blijft het een gewone kist. Ook bij de tweede tik blijft het gewoon. En het blijft dus een gewone kist na 4 tikken. En we krijgen hier dus 800.000 elixir bij. Dat is natuurlijk niet echt de beste reward die we kunnen krijgen. Maar we gaan gewoon door dan meteen naar de volgende. En blijft het hier ook bij een gewone kist? Het lijkt erop dat we dus 2 gewone kisten achter elkaar krijgen. Wel krijgen we hier dus een van die nieuwe items erbij. En ik weet eigenlijk niet precies wat die doet. Ik heb het even gelezen en dit item gaat voor 3 gevechten. Dus mijn helden, mijn pets en mijn equipments naar het max level brengen van mijn stadhuis level. Dus voor 3 gevechten kan dat wel een keer handig zijn. Misschien voor war bijvoorbeeld. Maar we gaan nu gewoon door naar onze 4e kist inmiddels. En het blijft ook weer een gewone kist. Kan die naar... Nee, wordt geen zeldzame. En we krijgen nu Bouwers Elixir 400.000. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet tevreden mee. Want daar heb ik dus eigenlijk weinig aan. Goed, we gaan door naar de laatste kist. Hopelijk wat meer dan gewoon, maar nee, blijft een gewone kist en we krijgen weer een saté. Oh. Dat waren de eerste 5 kisten op dit account en ik switch zo meteen naar nog een ander account waar ik dus nog eens 5 kisten kan krijgen. Maar we hebben hier dus onze items die we hier kunnen gebruiken en oh, die verlopen dus die moet je meteen gebruiken. Mijn helden gaan die saté echt gewoon beu zijn tegen het einde van de dag. Ook zien we hier dus de queen skin die ik hier heb gekregen. Ik heb letterlijk geen enkele skin. Maar ik heb er nu dus wel één hier voor mijn queen. Dus dat is altijd wel mooi meegenomen. Maar ja, die queen gaat straks veel te veel saté eten. Want ja, we gooien natuurlijk geen eten weg. En dat moet binnen 24 uur gegeten worden. We zijn nu op het volgende account voor nog eens 5 kisten. Dus laten we niet langer meer wachten. En hopelijk hetzelfde geluk krijgen als op het eerste account. Maar dat lijkt het niet te worden. Het wordt gewoon weer een gewone kist. En we krijgen een bouwershapje. Ik vermoed dat die ook binnen de 24 uur gebruikt moet worden. En deze laat je builder 2 keer zo snel werken gedurende een uur. Dus eigenlijk niet zo speciaal. Maar
We gaan het gewoon nemen en hopen dat we bij de volgende vier kisten wat beters krijgen. En voorlopig blijft het ook bij een gewone kist opnieuw. Wow, het is best wel zeldzaam om een zeldzame kist te krijgen. Huh? Ja, klinkt best wel stom. Zeldzaam, zeldzame kist moet best wel zeldzaam zijn. Maar goed, we krijgen hier nu pannenkoeken. Deze doet hetzelfde als de saté, maar dan voor je troepen. Dus de saté was voor de helden en de huisdieren. Terwijl deze voor de troepen en spreuken is. Dus dan heb je voor 3 aanvallen lang het maximum troepenlevel voor je troepen. Derde kist, hopelijk wat beters hier. We hebben eindelijk een zeldzame. Wordt het een epische? Nee, maar het blijft bij zeldzaam en daar ben ik op zich tevreden mee. Onderzoeksdrankje, daar zou ik op mijn account heel tevreden mee zijn. Dus daar ga ik zeker niet over klagen. We gaan door naar de vierde kist intussen tijd. En we hebben meteen een zeldzame kist. Oké, het blijft zeldzaam. Oké, het blijft een zeldzame, geen epische. En we krijgen hier een dierendrankje. Daar ben ik over het algemeen niet zo super tevreden mee. We gaan gewoon door naar het vijfde kistje hier en hopelijk krijgen we hier nog een laatste goede kist, maar het ziet ernaar uit dat dit gewoon een gewone kist blijft en we krijgen nog eens een bouwershapje. We hebben hier nu 4 items in onze tijdelijke opslag gekregen. Die 3 etenswaren moeten we dus binnen de 24 uur gebruiken. Hier, dit drankje kan normaal gezien naar je stadshuis komen, maar omdat mijn opslag al vol zit, heb ik dus even de tijd om bijvoorbeeld eentje te gebruiken of te verkopen. Voordat ik deze hier dus kwijtraak. Maar goed, dat waren alle 10 kisten die ik in deze video kon openen. Ik heb er namelijk al 5 geopend op mijn main account voor de video. En die waren allemaal gewoon, dus we hebben eigenlijk niks gemist. Maar nu de belangrijke vraag. Hoe kun jij ook die kisten openen? Op woensdag 11 september begint er een event waarin jij kisten kunt vinden tijdens je aanvallen. Als je hier op dit scherm dan bent bij het zoeken van een aanval, dan ga je naast je sterrenbonus op dit scherm, die je hier ziet staan, gaat er ook een gedeelte staan over kisten. Elke 48 uur ga jij 3 kisten kunnen vinden in je aanvallen. En ik zal hier wat foto's laten zien van een video van Judo Sloth. De link daarvan zal ook in de beschrijving staan. Want hij heeft toegang tot de developer build van Supercell. En als je dan eenmaal een kist vindt, ga je meteen na je aanval die kunnen openen zoals wij dat net hebben gedaan. Als je alle 3 de kisten hebt gevonden, dan moet je wachten totdat de timer voorbij is. En dat je weer 3 nieuwe kisten kunt vinden tijdens je aanvallen. Maar het allerbelangrijkste dat jij moet weten is dat Supercell ons al 5 kisten gratis geeft voordat dit event begint. De link daarvan zal in de beschrijving staan. Als jij op die link klikt, gaat Clash of Clans automatisch openen. En dan kun jij, zoals we eerder in de video deden, de beloning opeisen. En dan gaat er automatisch 5 kisten zijn die jij kunt openen op jouw account. En ik heb dus toevallig 3 accounts, dus ik heb op alle 3 accounts die kisten geopend. Dus ga dat zeker even doen meteen na deze video. Open jouw kisten, haal er de rewards uit en kom dan even terug naar de reacties en laat mij weten wat jij eruit hebt gekregen. Heb jij iets nice gekregen of ben je best wel teleurgesteld in je rewards? Ik heb op dit account echt helemaal niks gekregen behalve deze items hieronder. Maar het waren allemaal common items, dus ik heb geen zeldzame kist gekregen uit alle 5 de kisten op mijn main account. Dat is best wel jammer. Voor de rest laat zeker ook even een like achter, zou ik enorm waarderen. En check ook zeker even de video die je hier naast mij kunt zien. En dan zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende video. Later mensen.